Nou, daar zijn we weer. Goedemorgen, tenminste. Voor ons is het goedemorgen. Ik weet niet op welk, welk tijdstip jij hem luistert, maar voor ons is het goedemorgen. We zouden normaal gesproken nu met Floyd zitten, maar dat is even uitgesteld. Dus we gaan nu uh, zelf even een uh, leuk gesprekje hebben over, uh, over alcohol en het weekend. Yes, Pascal. Goedemorgen. Hoi, hey, goedemorgen. We zijn er weer. Pak hem de podcast. En we gaan het uh, even hebben over het weekend, want het is vandaag zaterdag en uh, het weekend bonkt op de deur. Eigenlijk het onweer, maar ja. uh, <laughs> goed. Um, de eerste vraag is aan jou: uh, waarom uh, nuttig jij weinig tot niet alcohol, alcoholische ja, drugs? Voor mij is het op het moment echt niet. Niet. Nee. Leg uit. Um, aan de ene kant is er niet echt een specifieke reden voor, maar als ik er een zou moeten bedenken, is het toch wel dat het alcohol mij um, um, meer negatieve kanten brengt dan positief. Ja. Ja. Je haalt er uh, minder voordeel uit. Ja. Want Wat? Um, ik denk dat wij het toch wel goed ervaren hebben. Als wij een avondje gaan drinken. Dat het wel dat bal is. We gaan wel al in. We gaan volle bak. Het is niet zo dat wij... Um, twee biertjes kunnen drinken. En dan zeggen van... Hey, colaatje tussendoor. En dan weer een biertje. En dan weer een colaatje. Ja, als er een wodka bij zit. Ja. Een ja. <laughs> <laughs> wodka -boten. Nee, uh, wij gaan echt al in. En de dagen daarna die zijn niet, uh, niet zo fijn. En dan hou je dus... Uh, Minder, veel minder voordelen draait. Ja. Eigenlijk zijn er weinig tot nauwelijks voordelen als je alcohol drinkt. Het enige wat ik me kan bedenken is dat je um, bij de derde of vierde biertje of uh, whatever die ook drinkt, dat je een soort euforisch gevoel krijgt. Ja. Ik denk dat het voor mij voornamelijk uh, de omgeving vergeten is, ja. het ontsnappen van. Een stukje verdoving. Ja. Ja, dat is ook het enige voordeel wat ik kan uh, bedenken. En uh, we hebben het de laatste tijd ook wel vaker over gehad dat eigenlijk uh, het derde en vierde biertje is, is nog uh, lekker. Is nog oké, okay, je vierde drankje. Maar ja. daarna is het meer drinken om het drinken. En eigenlijk met het derde of vierde biertje voel je al het euforisch gevoel. Dat heb je al, want je wordt al wat losser dan. Ja. Toch? Dat, ja, ja, ja. dat is gewoon zo. En daarna is het eigenlijk meer drinken om het drinken. En dan is het gewoon lam worden en uh, niet meer herinneren wat je, wat je die avond uh, gedaan hebt. Of nee. Alleen maar in, uh, in laagjes. Ja, of uh, de verhalen van uh, andere mensen die dan vertellen hoe, je, <laughs> hoe jij erbij lag. Ja. ja niet ja. jij specifiek? Het is wel gebeurd. Het is maar. Eens uh, gebeurd. Nee, ja, ja. Uiteindelijk zit er, er gewoon. Je moet eens, je moet eens gaan kijken hoeveel, hoeveel glazen drinken. Je zeg maar gewoon bijvoorbeeld thuis zou drinken. En dan hoeveel, je als je in de kroeg bent, ja, voor je dan drinkt, dat verschilt wel. Dat zegt heel veel. Je gaat je toch soort van meten met andere mensen natuurlijk. Ik, ik heb, als ik voor mezelf spreek, er is geen moment dat er geen drankje in mijn hand zit. Nee. Als ik uit ben. Nee, meestal wat als we net al zeiden, als we uitgaan is het al in. Ja, dan, maar dan, uh, dan wordt er, we gaan, we komen wel binnen en dan wordt een boot besteld. Precies. Want is dat... niet nodig. Wel lekker. Gebeurt wel. Op het moment. <laughs> Nee, maar uh, uh, buiten dat is um, omdat wij een, uh, een vrij druk leven hebben. We hebben kinderen. Ja. We hebben een, uh, een eigen bedrijf. Je werkt voor jezelf. Dus mm. we hebben wat te doen weer uh, de volgende dag. Zeker, we hebben verplichtingen gewoon. Ja, dagen, niet één dag. Want we zijn inmiddels dertig. We zijn wat ouder. Nou, ik doe niet, hè. ik, ik zit nog in mijn twintig jaar. Voor de mensen die zeggen... 20's. In mijn twenties. <laughs> ja, voor, voor de me dat klopt. nog twee maanden. Dat klopt. <laughs> ja, voor de mensen die uh, uh, natuurlijk 50 zijn, die zeggen oh dat zijn nog jonkies, het zijn broekies. Ja. maar ook wij voelen ons een stuk slechter nu na een avondje zuipen. ik denk dat er inmiddels al wel, um... ik kan me niet meer herinneren wanneer het was, maar dat is al wel langer als een jaar geleden dat wij uh, dat we echt volle bak gingen nog. Ja. en dat wij dus geen dag ook meer daarna ons slecht voelen, maar dagen. Dus dan praat ja. je dus over nog de maandag, de dinsdag en misschien nog zelfs de woensdag. Het, het gaat soms naar een week. Ja, precies. Dat je je gewoon even weer moet uh, herpakken. He helemaal <laughs> moet herpakken. En omdat wij vrij open-minded zijn, mm -hmm. zijn er altijd ideeën. Er zijn altijd uh, dingen wat wij willen gaan doen. Zo werkt ons brein eenmaal. Mm -hmm. Vooral als ik voor mezelf spreek, een soort van. Uh, uh, de ondernemersbrein, er zijn altijd dingen die we willen gaan doen of nieuwe ideeën die we willen gaan uitvoeren, dus het is ook altijd druk. Voor jij zit ook echt op de lange termijn. Hoe bedoel je dat? Met je denken. Ja. Jij zegt laatst ook tegen mij even, je zit gewoon, ja, je hoeft er ook niet te vragen volgend jaar, want dan ben ik met andere dingen bezig. Ja. Ik zit daar veel minder in. Maar. Uh, nee, wat ik wil zeggen is dat wij ook niet echt uh, dat. Uh, als ik voor mezelf spreek, ook voor jou, denk ik, dat wij niet uh, de tijd hebben om ons uh, van de alcohol kut te voelen. Want wij hebben gewoon nee. dingen te doen en wij willen leuke dingen doen. Wij willen podcast opnemen en wij willen leuke video's maken. En ja, maar je moet eens kijken hoe het je terughoudt. Als je dus wel gaat zitten zuipen elke weekend. Ja, daarom. Je, je hebt gewoon geen ruimte meer om die dingen wel te doen. Je nee. kan je maar op één ding tegelijk focussen. En als dat op, op herstel is omdat je je allemaal naar de tering gezopen hebt... Ja. dan kan je dus inderdaad niet die andere dingen doen. En dan die plannen die jij bijvoorbeeld volgend jaar hebt of over tien jaar hebt... worden ook alleen maar uitgesteld. Ja, ja daar ben ik het uh, helemaal mee eens. Mm -hmm. Dat gaat dan ook zeker... Uh, tenminste, ik kan me niet herinneren toen ik uh, echt, toen wij nog dronken... dat wij toen heel productief waren met andere dingen... Nou, de zondag was niet. sowieso verloren. Ja. Dat, uh, dat kon je al vergeten. En um, ja, dan ging je maandag gewoon weer naar je werk. Ja. En dan lag daar weer even de focus. Maar heel veel meer was het niet. Nee. Al je vrije tijd die je had, zeg maar. Dat zat in het herstel <laughs> van de alcohol. Ja. En nu zit de vrijheid die we hebben, zit in uh, uh, leuke video's maken, content maken, podcast maken en uh, ideeën bedenken voor uh, de toekomst. Ja. En dat uh, vind ik persoonlijk veel leuker. En. Uh, maar het is ook, denk alcohol op zich, weet je, dat zo'n boosdoener is. Het is ja. zo'n slijpmoordenaar. Ja, in principe. Omdat, omdat het zo ge, 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 gedoogd is, zeg maar. Ja, in principe is het ook gewoon een uh, gif natuurlijk wat je ja. in je lichaam zet. Maar goed. Begrijp me niet verkeerd, ik uh, snap dat mensen het doen, ook het alcohol drinken, ook om het euforisch gevoel te doen. Dat snap ik allemaal, zeker als je wat jonger bent, dat je net 18 bent, tot 25, allemaal prima. Maar uh, blijf niet erin hangen ook, weet je wel. Ja, Ga wel gefocust. Waar komt dat vandaan, dat zuipen zo jong? Omdat iedereen het doet. Omdat het iedereen het doet. Ja. Omdat het zeker daar zijn, is. Omdat dan daar het, het beeld is dat je daar dus alleen je contacten kan leggen. Ja. Snap je? Ja. Zeker op die leeftijd, erg op zoek naar contact, andere mensen, vriendjes, ontmoeten. vriendinnetjes. Ja. Dus het wordt natuurlijk ook wel echt onwijs gestimuleerd. Ja, het is dat uh, de, de Het is niet nodig, die denkwijze. Nee. Ik had het best uh, als, als het niet was gebeurd. Had ik het ook goed gevonden. Ja. Nou, het is, uh, ik, uh, ik kijk niet heel veel tv meer, maar ik weet dus ook even niet of het nog echt gepromoot wordt. Ik weet wel de, de Heineken-reclames van vroeger nog, weet je wel. Mm. dat dat biertje helemaal vanaf boven, zo uh, naar beneden, naar de barbecue komen en zo. En dan plop, zo dat. Ja. Weet je wel, die reclame. Maar ik weet even niet of dat nu nog wel zo gestimuleerd wordt als, uh, als vroeger. Ja, ik kijk sowieso geen tv meer. Nee. Ik, ik heb niet eens tv. Nee. De, de leeftijd is natuurlijk wel van 16 naar uh, 8, 18 gegaan. Ja. ja toen toen wij wij mochten op een 16 al ja precies ja. ja maar dat was dus op 14 al ja <laughs> ja <laughs> <laughs> nou ik heb ik heb nog een, uh, een mooi verhaal over vroeger daar gingen wij in amsterdam uh, gingen wij met de hele straat gingen wij naar uh, naar belgië toe N wat wij eigenlijk ook toen toen deden en uh, toen gingen de ouders natuurlijk zuipen en wij een beetje spelen. Ja. En op een gegeven moment kreeg ik uh, twee briezers uh, van iemand. Nou, toen was ik lam hoor. God, toen was ik echt tien jaar oud of zo. Daar is het begonnen. Daar is de uh, fout gegaan. Ja. Maar Rui, nee. het is... Ik, ja. het, het is er zo, zo ingeslopen, inderdaad, wat jij zegt. Ja. Het is er echt van, van jongs af aan al ingeslopen Maar goed, het is uiteindelijk... Uh, i, ja, net, net als wat ik net al zei. I, niet dat ik het niet afkeur of zo... Kijk, ja, maar goed, kijk, maar het is ook niet er, dat wij het helemaal niet meer doen. Nee. Bils, zoals laatst ook, doen we ook nog even sticky. Ja, weet je? Ja, maar kies, maar kies er bewust voor. Ja, kies er bewust voor. Weet wat je doet weet wat je, en zorg dat je instaat voor de consequenties de volgende dag. Ja. We gaan niet helemaal naar de teringen, weet je wat allemaal. Want nee, want dan is het ook alleen maar drinken je om te drinken. Je ja, precies. Dan, dan, dan is het je, jezelf. Dan is het niet meer drinken omdat je het echt, echt lekker vindt want dat uh, gevoel, dat heb je ook al na drie of vier biertjes. Ja. Dus dan hoef je eigenlijk niet meer verder, want dan is dat er het al. Het is ook gewoon niet uh, um, normaal dat je bijvoorbeeld inderdaad, kijk, okay, ik doe een drankje, dan doe ik bijvoorbeeld een colaatje. dan doe ik een drankje, doe ik een watertje. Dat, dat zit er gewoon niet in. Nee, het is gewoon ups volgens zuipen. Ja. ja, zeker niet in de discotheek of zo. Nee. Kijk, thuis zou je dat misschien nog wel kunnen doen. Doe ik het ook niet. Nee. Nee, nee, maar ik bedoel dat watertje, weet je wel? Nee, dat doe ik ook niet. Nee, dat doe je ook. nee. nee. Zeg nee als goed. ik helemaal aan het drinken ben, dan. Uh, dan, dan, ga, dan, dan ga ik gewoon door. Ja. Nee, en dan komen we natuurlijk wel een beetje bij het volgende aan. Um, uiteindelijk, als je ervoor kiest om wat minder alcohol te drinken. dan uh, zal je misschien ook minder uh, mensen gaan zien of spreken. Ja. En dat is dus ook een beetje bij ons gebeurd. We, ja, drinken, ik denk wel, ja. we drinken. weinig tot nauwelijks iets. En als we drinken, drinken wij bewust en kiezen we er, kiezen we er echt voor om ja. dat te doen. En dan het liefst ik met de mensen die uh, dichtbij ons zijn of als we lekker uh, uit eten zijn of uh, in dat, uh, de, dat geval. Mm -hmm. Maar ik denk dat als, wij, als ik zo voor ons uh, mag spreken, dat wij, um, ja, dat wij er niet meer voor kiezen om uh, uit te gaan of naar een discotheek te gaan of naar iemand toe te gaan en om ons klem te zuipen, omdat wij uh, de volgende dag gewoon uh, dingen te doen hebben. En dingen die we echt leuk vinden om die dingen dan te doen. In plaats van dat we ons uh, rot voelen en dat we die dingen dus niet meer gaan doen. Want ja. uiteindelijk vinden wij die dingen, dit soort dingen doen, vinden wij leuker als die ene avond zuipen. Ja, want ik merk wel, of het nou door de week is of weekend is. Kijk, die dagen zijn allemaal hetzelfde. Dat, is, dat geldt voor jou ook. Dus ja. op een zaterdagavond lig ik ook rustig gewoon tien uur in mijn nest. Je je Als je het redt. Als je het De bank. Ja. <coughs> nee, dat is zo. Dus, ja, kies je er dan voor om inderdaad zaterdagavond om de week of bijna misschien elke week, de aanvragen die zijn er wel, om dan s'avonds nog weg te gaan, want het is dan meestal natuurlijk vanaf een vier uur of negen, half tien. Dan ga je dus weg, ben je misschien een keer half één. Ik zie dat helemaal niet meer voor me, joh. Nee. Dan twee uur in je nest te liggen. Nee. Wat ga je die zondag doen? Ik bedoel, ik ja, heb uh, uh, kinderen die uh, zitten om uh, het liefst om uh, vijf uur op beneden. Ja. Dat had ik vanmorgen toevallig. vallen. <laughs> ik kwam er ook eentje tegen. Ja. Toen ik weg wilde gaan. Maar, um, nee, joh. Ik heb er gewoon helemaal geen. Uh, ik heb daar geen energie meer voor. Nee. En nee, ik wil nee, daar ook gewoon enige en energie meer in steken. Nee. Dat is het. Meer. Ja. Nou ja, dat is uh, denk ik mooi voor ons. Dat wij, dat, uh, zo, uh, da dat wij daar zoveel gekozen hebben. Ja. En uiteindelijk vinden we dit ook gewoon leuker om te doen, denk ik. En als wij uh, wel ervoor kiezen, dan. Uh, ja, dan zullen wij dit ook minder gaan doen. En ik denk dat dit, dit soort dingen. Zoals je podcast. Um, nou goed, die ideeën waar je het net al over had. Dat is groei. Ja. En ik zie een avondje. Alcohol nul gaan. Zie ik niet als geroeid. Nee. Totaal niet. Maar. Dan is ook weer gelijk de volgende vraag aan jou. Zou jij. Um, een avond uh, samen kunnen zitten. zonder alcohol? Ergens. Nou. Of denk jij dan van. Um, nee, ik, ik, ga, ik pak mijn rust? Nou, ik pak dan liever mijn rust. Ja. En het is niet dat ik ergens heen ga dat ik dan moet drinken. Maar ik, ik heb ook ge, ik heb geen zin meer om. Hoe uh, ja, ik dat zeggen? Om gewoon laat naar bed te gaan en dat soort <coughs> Gewoon ergens te zijn om het zijn omdat ik misschien niks anders te doen heb. Ja. Ik, ik heb zat andere dingen te doen. Nou ja, als ik bijvoorbeeld kijk naar, uh, naar Laura, naar mijn vriendin. Um, uh, zij hebben uh, dit soort dingen nodig om, om het geluk rond te maken, zeg maar. Dus zij hebben het uh, nodig om uh, wekelijks of om de week met vriendinnen af te spreken om wat te gaan drinken, mm. om spelletjes te spelen. En dan is het ook niet bij hun uh, helemaal lam, weet je wel. Gewoon nee. nee. Twee of drie, weet je wel. Uh, zij hebben het nodig om het geluk helemaal weer rond te maken. Maar heeft ze en... het nodig of denkt ze dat het nodig is? Zij denkt dat het nodig is. Of ze heeft het nodig. Maar dat kan, dat is allemaal prima. Maar als ik dan naar mezelf kijk, ik heb dat dus niet nodig om nee. echt uh, gelukkig te zijn. Ik vind het zo allemaal prima. En wat wij dus nu aan het doen zijn, dat maakt mij uiteindelijk gelukkiger uh, als, uh, als dat andere, zeg maar. Ja. Nou ja, voor mij geldt ook dat ik het zeker niet nodig heb. Um, ik vind wel dat ik. Um, de mensen die dichtst bij me staan, meer aandacht zou mogen geven. Dat wel. Maar ik kan ook makkelijk uh, het niet doen. Ja. En dat is dus uh, waar we het laatst ook met de uh, podcast uh, over, hebben, met, uh, over hadden met, uh, met Jacco... Is dat hij op een gegeven moment zei: van um, ja, je, ik wil ook weer lekker kunnen leven. Maar ja. voor mij is dit lekker kunnen leven. Ja. Snap je? Ik heb um, dat soort dingen dus nu niet meer nodig. Ik heb het niet meer nodig om uh, elke dag te zuipen. Of tenminste, elke dag uh, in het weekend te zuipen. Ik heb het niet nodig om uh, zaterdagavond om één uur uh, een Turkse pizza in mijn keel te rammen. Nee. Ik heb dat soort dingen nu niet meer nodig om echt gelukkig te zijn. Ik heb ju nu juist dit soort dingen om, gel om gelukkig te zijn, zeg maar. Ja. En om. Um, uh, uh, hoe ga ik dat goed verwoorden? Om ideeën die in ons hoofd zitten, die wij hebben, uit te voeren. En daarmee... Uh, ja, met, met de juiste energie. Met de juiste energie. En, en, en daarvan, daar komt zoveel uh, energie ook weer vanaf. Ja. Weet je wel, als jij... Uh, net zoals nu dit, met de podcast. Het terugluisteren van de podcast. Het terugkijken van uh, video's. Dat is... Het is echt super tof om, uh, om zo allemaal terug te luisteren en terug te zien, en dat, dat voor mij dat geeft echt, echt een heel goed gevoel. voor jou, meer dan voor mij, denk ik. Ja, nee, maar dat ik heb een iets kritischere noot. Ja, tuurlijk, ik, ik ben altijd kritisch, dat weet je ook op het werk, op, op ja. video's, op mezelf. Ik ben altijd wel kritisch, maar ik vind het uh, wel mooi om te zien wat we nu als soort van bereik achter wat we bereikt hebben. Zeg ja. maar. mensen luisteren. Het, het, het allereerste doel van ons was al redelijk snel behaald, want het doel was eigenlijk om uh, familie te laten zien, om te laten zien w wat we doen, ja. wat we sportwerk uh, werk en nu de podcast. Het doel was gewoon familie en nu uiteindelijk wordt het groter. We krijgen ja. meer reacties, positieve reacties, ook negatieve reacties. Uh, Zijn we ook blij mee? Go ja, goede feedback. Dus het is, het, het is, uh, ja, organisch mooi aan het groeien, zeg maar. Ja. En dat uh, vind ik uh, heel mooi. En, en dan er... is er geen ruimte om dat te laten verwateren. Door avondjes te gaan zitten zuipen. En weet ik veel wat. Allemaal nee. do doelloos te gaan zitten zuipen. Nee, dat, bre dat brengt je niet uh, op nieuwe ideeën. Maar nee. dat uh, breekt juist af. Maar wat ik ook nog wil zeggen. Dat ik, ik ben natuurlijk best wel bezig met een zoektocht. Naar wie ik ben en weet ik veel wat allemaal. Okay. Goed, dat is een onderwerp. We het nog een andere keer over kunnen hebben, maar dan gaat het ook niet helpen. Nee, zeker. Als ik elke keer, uh, weet ik voor waar, lam lig in de goot of nee. weet ik voor wat. Want uiteindelijk um, uh, de reacties, de reactie van alcohol of drugs, dat kan uiteindelijk alleen maar negatief in je hoofd zitten. Ja, het is een, um, voor mij kan je wel zeggen dat het een emotieversterker is. Ja. En het is een flinke downer. Jazeker, dat is. Dus. Als je daar natuurlijk al in zit. Dan gaat het niet helpen. Ik, als ik voor mezelf spreek. Wat ik me kan herinneren, zeg maar. Is. Uh, na een avondje stappen, zuipen. Is dat je zondag, maandag. Pff, kut, ja. man. Ja. Jezus. Wat kut. Nou, en als dat stemmetje de hele tijd blijft. De duivel. Mm -hmm. Ja, dat is, uh, dat is niet goed. En dat, dat brengt uiteindelijk meer negativiteit als positiviteit. Nou, ah, en hij is er bij mij nu al, terwijl ik nuchter ben. Dus, dus dan gaat het helemaal zeker niet. helpen dan moet je eigenlijk niet gaan drinken. Nee. Dan moet je gewoon tegen jezelf zeggen. Thuis had ik ook gewoon een fles Bacardi. Ik kijk ernaar en dan zeg ik gewoon tegen mezelf: gaat verdomme. Ja. ja want gaat uiteindelijk je? kan natuurlijk wel het duifje zeggen: van, ga maar gewoon drinken, want dan verdooft het. Ja. Maar uiteindelijk brengt het je niet meer. Ik heb het een keer gedaan. En dat... Uh, nou, ik zeg niet dat ik er spijt van heb, want het was een mooi leermoment. Maar ik heb een keer uh, me zo slecht gevoeld... dat ik een fles vodka zag staan. Toen ben ik gewoon puur uit die fles gaan drinken. En toen... had ik iets van vier, vijf slokken genomen. Toen dacht ik bij mezelf... Ja, maar wat, wat ben je nou gaan doen? Ja. Wat de fuck denk je hiermee te bereiken? Want het, uiteindelijk... Oké, okay, dan word je dronken... Je gaat je alleen maar slechter voelen. Ja. Dus het gevoel waar je mee begon, wordt keer tien. Versterkt. Versterkt. En dan, dan moet je hem gaan uitzitten. Ja. Nou, toen ben ik maar zo zo'n beetje naar mijn nest gegaan. Probeer te slapen. <laughs> ja. <laughs> Hopen dat het snel de volgende dag wordt. Ja. ja, dat zeg we ja, dat dat net al. Kijk, op het moment dat euforisch gevoel. En ik snap dat, dat kan in de kroeg best helemaal leuk zijn. Alleen als je iets te verwerken hebt, gaat het je niet helpen. Nee. Dat is niet net mee. zoals uh, toen de tijd uh, met mijn vader, die overleed. Ik dacht, we gaan gewoon elk weekend sijpen. Maar dat gaat je uiteindelijk niet helpen met het verwerkingsproces. Nee. Uitstelgedrag. Dus, uiteindelijk maakt het het alleen maar erger. Het klap wordt harder als je dan inderdaad wel de tijd gaat nemen. Ja. En dan inderdaad een keer echt met jezelf gaat zitten. Ja. Ja, dan slaat hij in. Ja. Hey, vind jij het jammer dat je bepaalde personen niet, uh, niet meer ziet of uh, weinig dat nauwelijks spreekt? Nee. Is wel, dat... Ik, ik. maar dat zeg ik. Mensen die dicht bij me staan, vind ik wel jammer. Nou, eigenlijk mag ik. Ik weet niet. Ik vind ook dat je dat niet mag uitspreken dat je het jammer vindt dat je mensen niet ziet, omdat ik tegelijkertijd de energie er niet in steek. Ja. Snap ik wat je bedoelt ermee? Ja, ik snap dus, de het. mensen dichtbij me, ik vind wel dat ik daar te weinig energie in steek. Dus, ik kan niet zeggen dat ik het jammer vind dat ik ze te weinig zie. Ja, ik snap hem. M misschien. Uh, als we wat verder zijn, als jij wat verder bent in je proces, misschien zou het dan nog kunnen helen. Want in principe heb ik, als ik voor mezelf spreek, wij zitten in een uh, bepaald soort uh, vriendengroep. En. Uh, we hebben ook een paar keer zijn we naar België geweest. En uh, dan is de groep iets groter. Mm -hmm. Maar als ik voor mezelf spreek, is het wel zo dat. de mensen die ik dan weer zie, dat het wel een uh, soort, ook, uh, ook soort van onwennig is weer. om ze weer te zien. Maar aan de andere kant is het ook weer een soort van. goed. Ja, het is, het is goed. Alleen als ik dan inderdaad. België als voorbeeld moet nemen. Ik vond het wel een beetje een wake-up call voor mezelf. Omdat ik heel erg zag waar ik nu stond. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. En niks te nadelen van anderen en wat zij doen en welke keuzes zij maken. Maar ik zag dus heel erg bij mezelf van oké, okay, dit ben jij niet meer. Ja. Precies. Van... Ja. Zuipen, drugs, weet ik veel wat allemaal. Ja. En dat zeg ik... Geen oordeel of wat nee, dan ook. Nee, nee. Iedereen mag zelf weten wat hij wil, maar ja. ik kwam er gewoon toen echt achter ja, dat ik dat niet meer was. Ja. Maar uiteindelijk is het inderdaad ook uh, een soort nuance wat je wil creëren. Je wil um, dat iedereen het daar, uh, als ik over België spreek, dan dat iedereen het naar zijn zin heeft. En iedereen gewoon lekker zijn eigen ding doet. Mm -hmm. Maar dat is dus het laatste jaar is het voor ons betreft niet heel uh, uh, goed bevallen, zeg maar. Omdat, uh, ja, omdat wij inderdaad niet meer op, uh, ja, als je op. Ik wil ook niet op niveau gaan praten, zeg maar. Maar nee, je... meer dat je niet meer uh, daar, daartoe in staat bent om dat soort dingen te gaan doen. Dus uh, daar wil, daarmee wil ik zeggen het drinken. En dat soort dingen. Kijk, wij zaten er toen al de tijd al niet echt meer in. En dat je je dan een soort van uiteindelijk moeilijk kan mengen ik denk dat je wil zeggen is dat je um, wij waren daar en het liefst heb je dan een weekend met z'n allen ja. je bent er met z'n allen en um, wat het nu was is iedereen zat een beetje op zijn eigen eiland dus door het veel alcohol weet ik voor wat is het uitslapen en uh, wakker worden. Nou, een half uurtje zit tussen en we gaan weer, weet je wel. Ja. Ja, en, dat past er gewoon even niet meer. Uh, inhaken. Wij hebben daar... Uh, ik weet niet welke dag het was, maar we hebben een avond na het eten gehad, dat we met z'n allen om de tafel hebben gezeten en dat we hebben, toen hebben we zitten kinksen. Toen heb ik een paar biertjes ook gedronken, maar... Dat was de laatste avond. Was dat de laatste avond? Voor mij was de laatste oh. avond. Maar dat was, dat was een gezellige avond. Ja omdat we toen met z'n allen zaten. Je kiest er bewust voor dat je dat spelletje gaat doen. Een drinkspelletje. Allemaal prima. Er gaan misschien twee, drie, vier, vijf biertjes in. Allemaal prima. Bewuste keuzes. Maar dan zit je wel gezellig met elkaar. En inderdaad, uh, de weekenden die we ervoor hebben gehad... is dat je nauwelijks tot niks iets met elkaar doet. Ik uh, vond het jammer dat we bijvoorbeeld niet met z'n allen ontbeten. Of... Uh, of, of afspreken van jongens, 12 uur gaan we met z'n allen even aan tafel. Ja. Of weet ik veel wat, of we gaan we ergens heen. Ja. Maar uiteindelijk. Um, zit iedereen in zijn leven in een. Uh, in een uh, proces dat groeit. Ja. Meestal. En het zou. natuurlijk allemaal nog. want we, we, ja, we zien. Uh, de meeste mensen. die zien we natuurlijk bijna helemaal niet. Maar het zou. Uh, Kijk, ik heb gezegd dat ik niet meer meega uh, volgend jaar en jij denk ik ook. Ik ga niet meer. Nee, maar uiteindelijk zou het nog allemaal wel kunnen komen natuurlijk. Kijk, we kunnen nu niet zeggen van tevoren van uh, hey, uh, ik ga dat nooit meer doen of ik ga niet meer mee naar België. Iedereen kan natuurlijk groeien in nee, zijn proces. Nee, dat kan je ook niet zeggen. Maar... We kunnen natuurlijk wel uh, weer uh, misschien ooit een keer weer tot elkaar komen. En dat hoeft natuurlijk niet gelijk volgend jaar of het jaar erop te zijn. Maar uiteindelijk is, het, is uh, dat soort dingen, dat maakt ook weer leven. Weet je, niet iedereen is er om je hele levenspad mee te lopen. Nee, zeker niet. Sommigen zijn er voor een paar weken. Sommigen zijn er voor een paar maanden. En dus ze zitten er wel tussen. Die zijn er voor je hele leven. Ja. Maar dat kan nooit iedereen zijn. Nee, nee zeker niet. Dus wat het, het, het belangrijkste is, is dat... Iedereen in zijn waarde gelaten wordt. Dat we accepteren dat dat zo is. Van beide kanten. Dus je hebt nou eenmaal relaties die gaan voorbij. Kunnen terugkomen. En soms blijven ze uit. En en dat, dat, hangt, een, uh, dat is ook niet erg. Nee, dat is ook helemaal niet erg. Maar dat zeg ik: het belangrijkste is, is om daar geen oordeel over te hebben. En het te accepteren. Nee. En gewoon zeggen wat je voelt. Ja. En niet uh, te geforceerd iets gaat doen. Als jij het biertje niet wil drinken... of als jij een pilletje niet wil nemen... Waarom zou, je dan, waarom zou je dat dan wel doen als het uh, gevraagd wordt... of als het geforceerd aangeboden wordt? Ik denk als jij een vriendengroep hebt die zegt van... ah joh, er wel. Eet je, hup. Uh, daar zijn geen echte vrienden. Nee. Wat Jacco vertelde in de podcast... Over dat zijn vrienden zeggen: van nou, dan doe je het deze avond niet. Of um, wij gaan, als we met jou zijn, gaan we dat niet doen. Of weet je wel, kijk, dat zijn echte vrienden. Ja. Dan heb je goede mensen te pakken. Die jou in je waarde laten en die achter jouw keuzes staan. Ja, dat zeg je goed. Ja, dat is sowieso. Ja, nee, dat, uh, dat is echt zo, ja. Denk ik. Het, ja, het zou ook natuurlijk komen uh, omdat ze, natuurlijk, zelf al uh, vijf of zes of zeven bier op hebben dat ze dan, dat uh, dan gaan zeggen. Ja, maar ik denk dat dan alleen maar meer de, de ware aard omhoog komt. Dat Want dat komen. is ook wat alcohol doet: ja. die haalt natuurlijk onwijs wat uh, barrières weg. Ja. ja, dat ga je ineens vertellen. Dan komt het, het waarheidsserum, noemen ze het ook wel? Ja, dus ja, als, het dan, als dat zo is. Dan laat alleen maar meer zien uh, hoe ze zijn. Ja. Nou goed, wij gaan natuurlijk um, over een paar weken uh, op tour met Pakem. Pakem op tour. Ja. Pakem op tour. We gaan, we gaan naar International. De, ja, we gaan naar Düsseldorf. We gaan naar de, naar de kerstmarkt, omdat uh, dat, uh, volgens mij vinden we dat allebei gewoon leuk om te zien en zo. We zijn ook meerdere malen al in de internetuin geweest. Ik ben uh, kerstfan. Ja, precies. Dus het is uh, een mooie tijd. We gaan daar natuurlijk waarschijnlijk ook uit eten. En misschien ook wel weer. Uh, een gaan, we, gaan we eten dan? We gaan wel eten. Oké. Okay. En we gaan daar misschien ook wel weer een biertje nuttigen. En ik denk ik dat had het niet uh, per se op ingesteld. Nou ja, ik ook niet. Maar het kan zomaar kan gebeuren. Ja. Ik denk dat je in Duitsland uh, een heel lekker wit biertje hebt. Ja, dat, ik wou zeggen. Een, echt een bierfan ben ik niet meer. Maar een goed wit biertje. Ja. Is wel heel leuk. Ja, daar, dat was uh, ja. de insteek ook. Zeg maar. ja, okay. Dus ja, ik denk. Um, en misschien is het dan leuk om even terug te komen op, uh, op dit gesprek ook. Ja, we gaan okay. sowieso daar een podcast opnemen. Ja. We gaan video's opnemen. Ja. Wat precies weten we nog niet. We gaan sowieso de, de ritten naartoe. Uh, ja. Zullen ook nog wel goede gesprekken uh, ja, dus, komen. Dus al vast inspiratie. ook een lange rit. Uh, ja. <laughs> Drie uurtjes, geloof ik. Drie uurtjes. Dus ja, we gaan ook uh, gewoon uh, wat uh, inspiratie opdoen. Ja. We gaan daar lekker lopen. Hopen we mensen te ontmoeten met verhalen. Ja. Dat zou leuk zijn. Dat zou ook nog leuk zijn. In het Duits. Ja. Ik ken één zin in het Duits. Die, liebe, die liebe, de liebe, dat kost de liefst. Maar die ga ik nu niet uh, helemaal opzeggen. Okay. En um, ja, we gaan. Uh, ik denk dat we hem gewoon gaan uh, afsluiten. Ja. En dat wij. Uh, ja, we gaan de volgende podcast, uh, die, uh, die hebben we ook alweer gepland. Dus die gaat ons sowieso. Uh... Er komt nog een hoop aan. Er komt nog een hoop aan en uh, je bent nog niet van ons af. Blijf ons dus ook volgen. Dus, ja, we vinden het hartstikke leuk om, uh, om reacties te krijgen. Of om. Uh, uh, ja, dat, dat vinden we gewoon leuk. Ja. Dus blijf ons gewoon vooral volgen en uh, geef vooral reacties. Positief, negatief, maakt niet tijd. Feedback nee. is altijd welkom. Wat weten we hier nog wil horen? Wie we zouden moeten interviewen? Of je zelf in de podcast wil ja, komen. heb je een mooi verhaal. Precies. Het is allemaal welkom. Wij zijn vrij open. Wij willen alles aanhoren. Vrij open. We hebben een heel breed scala aan uh, interesses. Ja. Wij laten je graag uh, hier uh, je het woord doen. Ja. En wij zullen wel... Uh, gaan we, naar, we gaan er naar luisteren, zeg maar. Ja. En dan gewoon voor een goed gesprek. Geen discussie. Gesprek. Dus het is niet jouw mening tegen het onze. Het is gewoon een open gesprek. Juist, laten uitpraten. Ja. Bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.